Vier vluchtelingen zijn samen met een mensensmokkelaar op weg naar Europa, als de boot door de storm bijna zinkt. De boot lukt nog waar, ik moet er iemand uitvallen. Het lukt wel. Jullie hebben aanslagen gepleegd in Nederland, Parijs en België. Het kan gewoon niet. Jullie zijn van ISIS, jullie moeten wegwezen. Boe, wegwezen! We hebben geen plek voor jullie! Arzee, weg ermee. Weg ermee. Na een lange reis komen de vier vluchtelingen in Nederland aan. Kishan, waar gaan we eigenlijk naartoe? Want we zijn al zo lang onderweg. We gaan naar een asielzoekerscentrum waar we lang kunnen verblijven hopelijk. Maar ik ben echt moe. Ik ook. Kishan, waar is dat centrum nou eigenlijk? In Krooswijk. Kom, we gaan. Mevrouw, is dit een asielzoekerscentrum? Nee, sorry. Je komt in het zwembad. Oh mijn god, nee. Dat meen je niet. Sorry. Nee. Hé, hey, kijk, die zielige kinderen daar zitten. Ik moet gewoon vragen wat ze aan het doen zijn. Wat doen jullie hier? Het asielzoekerscentrum is dicht. We hebben geen onderdak. Wij weten wel een onderdak. Echt? Kom maar mee. Jullie kunnen voorlopig blijven slapen, de vrouw van onschuldigheid is zwak. Hoe lang kunnen we wel blijven? We gaan kijken of we jullie kunnen helpen. Hallo jongens, het is Berra. Ze wilde naar het asielzoekerscentrum gaan, maar die werd gesloten. Dat wordt een zwembad. Waar moeten jullie nu dan slapen? We verstoppen ons nu in school. Wat kunnen wij doen om te helpen? We kunnen naar de burgemeester gaan. Dat is een goed idee. Goedemorgen, u spreekt met de secretaris van burgemeester Abtarib. Kan ik u mee helpen? Hallo. Mogen wij de burgemeester spreken? Sorry meiden, maar dat kan echt niet. Het is echt heel erg druk. Kom, we gaan. Ik heb een plan. Hey, Justin Bieber staat buiten. Waar? Ik ben een zwembad. Oh, hallo. Kan ik jullie helpen? Ja hoor, we hebben een probleem. Als de meiden vertellen over de vier vluchtelingen en over het gesloten asielzoekerscentrum, luistert de burgemeester aandachtig toe. Hij belooft de meiden dat hij zal doen wat hij kan. En na een paar pittige gesprekken met de buurtbewoners weet hij iedereen te overtuigen. Het asielzoekerscentrum wordt weer geopend.